Vandaag zijn wij uitgenodigd door AV Heerenveen en wij doen mee met de Kniepercross 2022. Ik ga richting de start en ik ga even het startnummer ophalen. Spreek je zo. Nou, we hebben ons startnummer gekregen en wij zijn, jawel, nummertje 2. Wie had dat gedacht? Ik denk niet dat ik dat ga redden in deze wedstrijd, maar dat geeft allemaal niks. Wij gaan er heerlijk van genieten. Ik ga het startnummer opdoen. Ja, we zijn eventjes twee tot drie weken afwezig geweest. Dit had te maken dat mijn linker knie niet mee wou werken en ja, als klap op de vuurpijl. Schoten mij ook nog in de rug vorige week en liep ik zo krom als wat. Ik kwam de auto niet eens in. Nou, dat is allemaal weer heel. Wij gaan hem nu rennen en ik heb er hartstikke veel zin in. Tot bij de start. Nou, we zijn bij de start. Het is alweer heerlijk druk. Wij gaan de 5,8 kilometer doen. En ik spreek jullie zo weer.
Nou, het is een donders pittig loopje. Wel lekker hoor. Eerst baggeren we al door de modder heen. Daarna liggen er allemaal bomen op de weg. Het is toch weer prachtig om mee te maken. Het is aardig wat omgezaagd hier, zie ik. Dus de weg is vrij voor onze lopers om te rennen. Heerlijk. Nou ja, het zonnetje zit ook lekker mee. Prachtige beelden. Alleen waren het niet dat het nog wel 0 graden is. Best fris. Maar ja, het mag allemaal, zoals ik altijd zeg, de pret niet drukken. En ik zag ook al dat er een heerlijk leuk biertje was meegebracht voor straks. En ja, dat past wel een beetje bij mij de afgelopen 2-3 weken. Het draagt namelijk de naam Vlierenfluiter. Nou, jullie weten vast wel wat een vlierenfluiter is. Die loopt de kantjes ervan af. Nou, zo voelde ik mij ook de laatste weken. Dat heb je nou eenmaal met hardlopers. Als ze niet meer mogen, gaan ze zich schuldig voelen. Ja, dat is toch allemaal wat. Nou, het is nog ongeveer een kilometertje of 2, geloof ik. En dan zijn we toe aan die vlierenfluiter. En ik hoop dat jullie nog even genieten
van dit mooie stukje in het plaatsje De Kniepen. Jongens, tot straks. For way too long, this can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you, getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. Do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions.
gonna find them. La 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 la, they better start hiding. We'll be running with the lions, lions. Zo, dat is weer flink wennen. Ja, het gaat niet allemaal vanzelf, dat sporten. Dan denk je dat je heel ver bent gekomen in je snelheid. Je krijgt een paar blessures en je mag de eerste weken even weer opnieuw op die snelheid zien te komen. Maar ik ben zo blij dat ik hier even aan meedoe. Wat een heerlijke training, wat een modder, wat een takken, wat een lekker zonnetje, wat een genot. Oh, je ziet toch ook prachtig weer. Nou, volgens mij gaan wij al richting de finish, dus ik zal nog eventjes hier op standje lopend zetten. Rennen bedoel ik daarmee. En dan zien wij elkaar gewoon bij de finish. Ik zeg tot zo, jongens. Do it, you blow my mind without a word. Ooh, stuck upside down, I might be dreaming. There's no way back now. Take every inch of my body. Wanna dance with you all night long. Dive in, babe, you know we can't stop this. Come on, show me what you got. Cause oh, trouwens jongens, één dingetje. Laten we dat niet vergeten. Even graag subscriben. Ik zit bijna op de 1000 abonnees. En like de video even. Druk even op het belletje. Dat zou ik hartstikke mooi vinden. En nou echt op naar de finish. Like
Nou, dat was hem dan. De Kniepercross 2022. Ik heb berendorst, dus we gaan snel naar de afsluiting. Yo! Nou, dat was hem dan. Een heerlijke bosloop gedaan. Een klein beetje over de weg heen. Over de takken, door de modder. Het was heerlijk om te lopen. Het was ook een lekker weertje, het 0 graden ongeveer, 0 tot 2 graden. De Kniepercross 2022 is hierbij geslaagd. Jongens, vergeet niet, ik zit richting de 1000 subscribers. Dus even druk op die subscribe button, even op de like button drukken en je mag altijd een berichtje achterlaten natuurlijk. Volgende week gaan wij naar Texel, dan gaan wij naar de Marathon van de Waal. Of de Wal Marathon. Ik weet niet helemaal precies hoe die heet. Maar ja, we gaan weer een eilandje aandoen. Ik geloof dat we die week daarop ook nog naar Ameland of Vlieland gaan. En die week daarna dan beginnen de KLM Urban Trail Series. Waar ik dus ambassadeur van ben. En wij gaan daar 12 wedstrijden dit jaar lopen. Te beginnen in Breda op 27 maart. Ik denk dat die video pas op 28 maart online komt. Want ik wil daar een heel mooi filmpje van maken. Nou ja, zoals ik al zei, ik was de afgelopen weken een klein beetje een vlierenfluiter. Daarom hebben ze mij dit biertje met me gestuurd. De vlierenfluiter. Het is een lentebiertje, dus het komt wel goed uit. We zitten nu heerlijk in het lentezonnetje. Van Brouwerij Durs. Een dijk van een brouwerij te midden van een kalme burgerlijkheid. Nou, het zal wat zijn. Arnhems bier is het trouwens. Ik heb hem ook uit Arnhem weg, dus ja, dan is de kans heel groot dat het een Arnhems biertje is. Dus, goed bier met een glimlach. Nou, wij gaan hem eens even proberen. Ik hoop dat hij zal smaken. Kijk! Daar gaan ze weer.
de plopjes als van ouds. Nou jongens, proost. Zo. Ik krijg in één keer een aanval van schuim tegen mij aan, tegen mijn huigje aan. Dat wil je niet weten. Ik zal nog eens even een extra slokje nemen, want ik kon het niet helemaal goed proeven. Ja. Ja, dit is een heerlijk fris lentebiertje. Ja, ik kan er niet veel meer van zeggen. Hij smaakt heerlijk. Hij is wel een beetje te schuimig voor mij. Want als ik hem begin te drinken, dan borrelt het schuim op in mijn mond. Maar al met al kan ik hier... Kijk, het komt zelfs wel omhoog zetten. Al met al kan ik hier nog wel even een paar minuten van genieten. Jongens, ik zie jullie volgende week weer. Tot de volgende Russell's Running Channel. Tot op Texel. Yo!